en Teun, een moeder en een boerinnetje. Vien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Vien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Vien en Teun, een boer en een boerinnetje. Vien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Piraten. Vandaag kregen we een kaartje van Milan. Hij was naar de speeltuin geweest en schreef dat hij snel een keertje met ons wilde gaan. Oh, de speeltuin. Dat is leuk. Daarom gingen we naar mama om te vragen of ze met ons naar de speeltuin wilde gaan. Maar mama zei dat ze het heel druk had met opruimen. En dat we alleen naar de speeltuin mochten als we haar zouden helpen. Eigenlijk vind ik opruimen heel saai. Maar we wilden heel graag naar de speeltuin. Daarom gingen we snel onze boom met opruimen. Oh, het was wel een rommeltje in de boom met. We wisten niet waar we moesten beginnen. Maar we moesten echt opruimen van mama. Ja, anders mochten we niet naar de speeltuin. Dus we begonnen snel. Ik vond het opruimen maar saai. Toen vond ik een hoedje van papier. Ik zette het op en liet het aan Fien zien. Je zag er heel erg gek uit. En tussen alle spullen lag mijn speelgoedzwaard. Toen kreeg ik een ideetje. Ik deed de laken om en riep... Ik ben een stoere piraat. Teun deed heel gek, maar het was wel grappig. Ik wilde ook meedoen, maar ik was een mooie prinses. Oh. Snel deed ik een kleed om. Dat was mijn jurk. Oh ja, Fien was de mooie prinses die door de stoere piraat gered moest worden van de gemene kapitein. Kapitein Beer. Met een paar lakens maakten we een echt piratenschip. En de prinses zat gevangen in een hoge toren. En toen kwam de stoere piraat om de prinses te bevrijden. Ja, ja. Maar kapitein Beer was eigenlijk helemaal niet zo gemeen. Hij was heel lief. Dus hij mocht samen met de prinses mee op het piratenschip. En zo gingen de piraten op zoek naar een nieuw avontuur. Ergens achter in de wei staat een hele grote appelboom. Die is van mij en mijn vader heeft daarin van hout een hele grote hut gebouwd. Mijn eigen bomen, daar speel ik dan wat ik maar verzinnen kan. Een schip ahoy! Vandaag ben ik de baas van de piraten. Mijn boom, het is voor eventjes een echt piratenschip. De kapitein mag nooit zijn schip verlaten. Al zit je midden in een storm of vaar je op een klip. En net voordat ik moet gaan slapen, kom ik in de haven aan. Want mijn schip is gelukkig niet vergaan. Fjow! Ergens achter in de wei staat een hele grote appelboom. Die is van mij en mijn vader heeft erin van hout een hele grote hut gebouwd. Mijn eigen boomhut en daar speel ik dan wat ik maar verzinnen kan. Wat ik maar verzinnen kan. We hebben de hele middag gespeeld. Het was zo leuk dat we vergeten waren dat we de boomhut eigenlijk moesten opruimen. Ja, nog gelukkig was mama niet boos. We hebben met mama afgesproken dat we morgen echt de boomhut gaan opruimen. Tot de volgende keer! Doei! Doei.
en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Vissen. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik kreeg een kaart van opa. Hij vroeg of ik snel weer eens samen met hem wilde gaan vissen, omdat ik dat de vorige keer zo leuk vond. Oh ja, toen ving opa zo'n hele grote vis. Maar jij ving helemaal niks. Ik wilde ook heel graag een grote vis vangen, net als opa. Dus ik ging meteen mijn hengel pakken om te vissen. En ik vroeg of ik Teun mocht helpen. Fien mocht met het schepnet. We gingen tussen het riet zitten. Ik zei tegen Fien dat ze heel stil moest zijn, anders zouden de vissen schrikken en dan bijten ze niet. En toen moesten we wachten. En wachten. Maar de vissen beten niet. Je moet gewoon een beetje geduld hebben als je gaat vissen. Maar ik kreeg een beetje honger. Dus ik vroeg aan Teun of hij een boterham wilde. Sst, zei ik tegen Fien. Maar toen ging Fien met het zakje zitten ritselen. Dat maakte heel veel herrie. Dus ik zei dat Fien echt heel stil moest zijn. Oh, ik begon me een beetje te vervelen. Dus ik vroeg aan Teun of hij zin had om te gaan schommelen. Maar ik wilde niet schommelen. Ik wilde vissen. En jij moest stil zijn. Eigenlijk vond ik vissen helemaal niet zo leuk. En alleen schommelen is ook saai. Verdrietig ging ik bij Sebastiaan zitten. Toen kreeg ik opeens een idee. Als Teun wat zou vangen, dan zou hij misschien wel met mij willen spelen. Ik pakte een klomp van papa en toen ging ik naar Teun. Ik schrok heel erg van Fien. Ik had bijna een vis gevangen. Maar nu zwom hij weer weg. Ik zei tegen Teun dat hij heel snel naar binnen moest komen van mama. En als mama dat zegt, dan moet je dat doen. Dus ik ging snel naar de boerderij. Dat had mama natuurlijk niet echt gezegd. Dat had ik verzonnen. Zodat ik de klomp aan de hengel van Teun kon doen. Slim, hè? Ik snapte er niets van. Mama had helemaal niet gezegd dat ik naar binnen moest. En ik mocht gewoon blijven vissen. Toen ik terugkwam, zag ik opeens dat er iets aan mijn hengel hing. Oh, het was vast een hele grote vis. Want het was zo zwaar. Opeens zag ik het. Het was geen vis. Het was een klomp. Toen hoorde ik Fien opeens lachen. Grapje! Nu had ik toch iets gevangen. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we gaan de koeien melken met elkaar. Melken, 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 weet je hoe dat moet? Melken, 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 ja dat doe je goed. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we doen een klompendansje met elkaar. Ja! Kennen jullie allemaal de klompendans? Doe je linkervoet naar voren en zet je voet weer terug. Maak een schaatsbeweging met je handen op je rug. Stampen, stampen, stampen met je klompen op de grond. Pak elkaar eens bij de arm en draai een keertje rond. Doe je linkervoet naar voren en zet je voet weer terug. Maak een schaatsbeweging met je handen op je rug. Stampen, stampen, stampen met je klompen op de grond. Pak elkaar eens bij de arm en draai een keertje rond. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij. Alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij zullen wij ons nooit vervelen. Als wij dansen met elkaar. Tot de volgende!
en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Het kippen-ei. Vandaag was weer een hele bijzondere dag op de boerderij. Tante Nel had ons een mooi boek gestuurd over de dieren op de boerderij. Ik begon er meteen in te lezen. Maar ik kan nog niet lezen, dus ik verveelde me een beetje. Opeens zag ik iets in het hooi. Het was een ei. Wat deed dat nou hier? Ik zag nergens een kip. Dus ik ging snel naar Fien om het ei te laten zien. Het was een heel mooi ei. Ik zocht meteen of ik iets over eieren kon vinden in het boek. En ja hoor, daar stond het. Kippen leggen eieren en daar komen kuikentjes uit. Dat worden later dan weer grote kippen. Echt waar? Komen kippen uit hun ei? Ja, maar om een ei uit te laten komen, moet het ei een paar dagen op een zacht plekje liggen. In de boomhut had ik nog een lekker zacht kussen. Daar kon het ei wel op liggen. Oh, dat was een goed idee van Teun. We namen het ei mee en legden het op het kussentje. Toen gingen we naar het ei zitten kijken. Maar er gebeurde helemaal niks. Daarom las ik verder in het boek. En daar stond, om het ei uit te laten komen, moet het warm blijven. Gelukkig had ik nog een warme muts in de boomhut liggen. Die zette ik op het ei. Dat zag er heel grappig uit. Maar er gebeurde nog steeds helemaal niets. In het boek las ik dat kippen op hun eieren gaan zitten om het warm te houden. Dat heet broeden. Ik wilde heel graag het kuikentje zien. Daarom ging ik op het ei zitten, net als een kip. Maar toen hoorden we een hele harde krak. Oh nee, het ei was kapot. Maar hey, er zat helemaal geen kuikentje in het ei. We snapten er helemaal niets van. Hoe kon dat nou? Toen las ik in het boek dat niet in alle eieren een kuikentje zit. Dat is maar heel af en toe. En als dat zo is, dan weet de kip zelf wel dat hij erop moet gaan zitten. Om te broeden, toch Fien? Inderdaad. Zeg, ken je alle dieren van de boerderij? En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal. Je welk geluid ze maken. Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal. Weten jullie welk geluid een hond maakt? Doe maar mee. Waf, waf, waf. 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 Zeg, ken je alle dieren van de boerderij? En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal. En welk geluid maakt een varken? Knor, knor, knor. 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 Zeg, ken je alle dieren van de boerderij? En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in een echte dierentaal. Wat
Wat zijn er toch een hoop dieren op de boerderij, hè, Fien? Tot de volgende keer! Doei! Een boer en een boerinnetje, Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje, Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Vrolijke bloemen. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. Van de juf had ik een hele mooie kaart gekregen, omdat ik zo mijn best had gedaan op school. Op de kaart stonden hele grote bloemen. Ik word altijd heel vrolijk van bloemen. En daarom wilde ik een mooie bos plukken voor de juf. Maar toen ik de bloemen wilde plukken, zag ik ineens iets geks. De bloemen waren helemaal niet vrolijk. Ze hingen met hun blaadjes en ze keken naar de grond. De bloemen waren verdrietig, maar we wisten niet waarom. Maar toen kreeg ik ineens een ideetje. Misschien zouden de bloemen vrolijk worden als we ze gingen kietelen. Dat was leuk. Dus we begonnen de bloemen te kietelen. Kietel, 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 kietel. Kietel, 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 kietel. Ik kietelde ook stiekem Fien een beetje. Niet doen, Teun. We moesten heel erg lachen. Maar de bloemen niet. Die keken nog steeds heel verdrietig. Toen bedacht ik dat ik altijd heel erg moet lachen als opa grapjes vertelt. Opa vertelt heel vaak leuke grapjes. Oh, ik weet er nog één. Het is groen en heel vrolijk. Ik weet het niet. Sla la 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 la. We vertelden heel veel leuke grapjes, maar de bloemen moesten er niet om lachen. Er was nog maar één oplossing. Muziek. Ja, want van muziek word je altijd heel vrolijk. Ik pakte mijn trommel en Fien ging zingen. We zongen alle liedjes die we kenden. Poesje, mouw, kom eens gauw. Alle eendjes zwemmen in het water. Maar de bloemen keken nog steeds niet vrolijk. Ik snapte er helemaal niets van. En nu kon ik ook geen mooie bos voor de juf plukken. Toen hoorden we opeens iets uit de stal. Het was Sebastiaan! Hé? Hij had iets in zijn bek. Een gieter! Natuurlijk! Opeens snapte ik het. De bloemen waren niet verdrietig. Ze hadden gewoon dorst. Oh ja. Snel gaf ik de bloemen water. Daar zouden ze vast heel vrolijk van worden. Zo, hebben jullie er zin in? Daar gaan we hoor! Komt-ie! Ik heb een tuintje vol met vrolijke groenten. Het is er altijd heel gezellig en fijn. In mijn tuintje vol met vrolijke groenten zou ik het allerliefste altijd willen zijn. Ik zing een lied met een radijsje, de komkommer en tomaat. In mijn eigen paradijsje waar ik met mijn vriendjes praat. Oh, gezellig! Zelfs de worteltjes zijn grappig als ik naar mijn tuintje ga. Zing ik sla la 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 la. Joehoe! Sla la 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 la. Sla la 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 la. Sla la 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 la. Sla la 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 la. Oké, en nu jij, Fien? Oké. Elke middag ga ik langs met mijn gieter. Dan sproei ik al mijn bloemen lekker nat. Ja. Nou, dan moet je ze eens horen genieten. Het is een heel gespetter en een heel gespat. Hey, yo. Ik zing een lied met een radijsje, de komkommer en tomaat. In mijn eigen paradijsje waar ik met mijn vriendjes praat. Hoor je dat, Sebastiaan? Zelfs de worteltjes zijn grappig als ik naar mijn tuintje ga. Zing ik sla la 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 la. Allemaal! Sla la 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 la. Sla la 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 la. S'avonds voor het slapen gaan we.
dan zing ik nog een liedje. En alle groenten zingen dan hetzelfde melodietje. Oké, nog één keer. Sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la. En morgen, dan pluk ik een hele grote bos bloemen voor de juf. Tot de volgende keer. Doei. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Varkentjesdag. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. We kregen een kaart van opa en oma. Elk jaar vieren wij opa en oma dag. En gaan we samen met opa en oma iets leuks doen. En dit jaar gaan we naar de dierentuin. Joepie! Snel gingen we het goede nieuws aan Sebastiaan vertellen. Maar Sebastiaan vond het helemaal geen leuk nieuws. Nee, want varkentjes mogen niet naar de dierentuin. Oh, Sebastiaan was heel verdrietig. En hij ging alleen in zijn stal liggen. Dat vond ik best wel zielig. Toen kreeg ik opeens een idee. Als Sebastiaan niet mee mag met opa en oma dag, dan vieren we gewoon varkentjesdag. Ja, leuk. Varkentjesdag. Fien en ik bedachten een hele lijst met dingen die we konden gaan doen. Ja, zoals zijn hok versieren met slingers, pannenkoeken eten, schommelen, tekenen en nog veel meer. Eerst ging ik pannenkoeken bakken in de keuken. Ik vroeg natuurlijk wel of mama mee wilde helpen. En ik ging slingers halen om het hok van Sebastiaan te versieren. Toen de pannenkoeken klaar waren, zag ik dat Teun het hok al mooi had versierd. We riepen Sebastiaan, zodat we onze verrassing konden laten zien. Sebastiaan kwam al snel naar buiten. Maar toen hij de pannenkoeken en de slingers zag, ging hij weer zijn stal in. Gek, hè? Misschien had hij geen zin in pannenkoeken. Of vond hij de slingers niet mooi. Daarom gingen we schommelen. We riepen Sebastiaan, zodat hij ook mee kon doen. Maar hij kwam niet. Nou, dan gingen we maar tekenen. Ik had al mijn kleurpotloden gepakt en van mama had ik een stuk wit papier gekregen. Maar Sebastiaan wilde ook al niet tekenen. Nee, en hij mocht nog wel mijn lievelingspotlood gebruiken. Nou, toen wisten we echt niet meer hoe we Sebastiaan vrolijk moesten maken. Nee, hij vond helemaal niets leuk. Stom varken. Sebastiaan is niet stom. Hij is lief. Want opeens voelde ik iets tegen mijn arm. Ja, dat was Sebastiaan. Hij had zijn oude voetbal in zijn bek. Oh, hij wilde met de bal spelen. Natuurlijk, want varkentjes houden helemaal niet van slingers. En ze lusten ook geen pannenkoeken. En varkentjes kunnen ook niet schommelen of tekenen. Maar wel met een bal spelen. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we gaan de koeien melken met elkaar. Melken, 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 weet je hoe dat moet? Melken, 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 ja dat doe je goed. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, dan gaan we pony rijden met elkaar. Rijden, 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 weet je hoe dat moet? Rijden, 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 ja dat doe je goed. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar.
Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we doen een klompendansje met elkaar. Ja! Kennen jullie allemaal de klompendans? Doe je linkervoet naar voren, zet je voet weer terug. Maak een schaatsbeweging met je handen op je rug. Stampen, stampen, stampen met je klompen op de grond. Pak elkaar eens bij de armen, draai een keertje rond. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij zullen wij ons nooit vervelen. Als wij... En zo werd het toch nog een hele leuke varkentjesdag. Tot de volgende keer. Dag! Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Pratende boontjes. Vandaag was weer een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik kreeg een kaart van opa. Ik vroeg of Fienema mij wilde voorlezen. Er stond: Lieve Teun, hoe gaat het met jouw groentetuin? Ik ging meteen naar mijn groentetuintje en vroeg aan de groenten hoe het met ze ging. Gekke Teun, groenten kunnen toch helemaal niet praten? Wel waar. Ik kan juist heel gezellig kletsen met mijn groenten. Nou, ik geloofde er natuurlijk helemaal niets van. En ik ging lekker de kippen voeren. Ik vond het helemaal niet leuk dat Fien mij niet geloofde. Maar ineens kreeg ik een heel slim plannetje. Ja. Stiekem ging ik achter het hooi zitten, zodat Fien mij niet kon zien. Toen ik de kippen eten had gegeven, wilde ik lekker gaan schommelen. Maar opeens hoorde ik een heel raar stemmetje. Hallo, gekke Fien. Ik keek om me heen, maar ik zag helemaal niemand. Toen hoorde ik het weer. Hallo, gekke Fien. Hè? Ik zag nog steeds niemand. Wie is daar? Vroeg ik. Hier beneden, in de groentetuin. Wij zijn de pratende boontjes. Pratende boontjes? Ik wist helemaal niet dat boontjes konden praten. Dat komt omdat je dom bent. Oh, dat maakte me wel een beetje boos. Want ik ben helemaal niet dom. Maar de boontjes zeiden... Jawel. Jawel. Je bent wel heel dom. Teun is veel slimmer. Opeens zag ik het. Teun probeerde mij voor de gek te houden. Dat was ook wel een beetje gelukt. Maar toen kreeg ik een plannetje. Ik pakte mijn gietertje en ik vroeg of de boontjes wat water wilden. Dat wilden ze wel. Dat was niet zo slim van me. Nee, want in plaats van de boontjes goot ik het water... over Teun zijn hoofd. Het water was heel koud. Ik wist wel dat jij het was, hoor. Ik vond het eigenlijk ook best wel een leuk grapje van Fien. Bootjes kunnen niet praten. Maar ja, je wordt er wel heel vrolijk van. Zo, hebben jullie er zin in? Daar gaan we, hoor. Komt-ie! Ik heb een tuintje vol met vrolijke groenten. Het is er altijd heel gezellig en fijn. In mijn tuintje vol met vrolijke groenten zou ik het allerliefste altijd willen zijn. Ik zing een lied met een radijsje, de komkommer en tomaat. In mijn eigen paradijsje waar ik met mijn vriendjes praat. Oh, gezellig! Zelfs de worteltjes.
vogeltjes zijn grappig. Als ik naar mijn tuintje ga, zing ik sla la 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 la. Joehoe! Sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la. Oké, en nu jij, Fien. Oké. Elke middag ga ik langs met mijn gieter. Dan sproei ik al mijn bloemen lekker nat. Nou, dan moet je ze eens horen genieten. Het is een heel gespetter en een heel gespat. Hey, ik zing een lied met een radijsje, de komkommer en tomaat. In mijn eigen paradijsje waar ik met mijn vriendjes praat. Hoor je dat, Sebastiaan? Zelfs de worteltjes zijn grappig als ik naar mijn tuintje ga. Zing ik sla la 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 la. Allemaal! Sla la 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 la, sla la 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 la. S'avonds voor het slapen gaan, dan zing ik nog een liedje. En alle groenten zingen dan hetzelfde melodietje. Oké, nog één keer. Sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la. Toen gingen we samen de boontjes water geven. Tot de volgende keer. Doei! Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Het monster. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. We kregen een kaart van neefje Milan. Hij was samen met zijn vader en moeder op vakantie aan het kamperen. Nee, kamperen. Dat betekent dat je niet in een huis woont, maar in een tent. Ik wilde ook wel graag kamperen. Kamperen. Oh ja, en daarom mochten we van papa een nachtje in de pomut slapen. Dat vonden we natuurlijk heel leuk. Maar ook wel een beetje spannend. Maar ik was er toch ook bij? Ja. Maar toch vond ik het zo spannend dat ik niet kon slapen. Ik lag echt heel lang te wachten, maar ik viel niet in slaap. En opeens hoorde ik een heel gek geluid. Heel zachtjes. Het was een soort grom. Net als onze hond wel eens doet. Maar de hond was binnen in de boerderij. Ik vroeg aan Fien of ze al sliep. Ik sliep eigenlijk al wel een beetje, maar Teun maakte me wakker. Ik vroeg aan Fien of ze dat gekke geluid ook hoorde. Ik luisterde heel goed, maar ik hoorde niets. Ik zei dat Teun maar moest gaan slapen. Maar toen Fien weer in slaap was gevallen, hoorde ik weer dat gekke geluid. Oh, misschien was het wel een monster dat ons op wilde eten. Zachtjes maakte ik Fien wakker. Ik vertelde aan Fien dat ik een monster had gehoord en dat hij heel erg hongerig klonk. Ik luisterde nog een keer heel erg goed. Maar ik hoorde weer helemaal niks. Fien zei dat ik aan iets heel leuks moest denken en dat ik dan vanzelf in slaap zou vallen. Dus ik dacht aan de koeien en aan mijn groentetuin. Maar plots hoorde ik het monster weer. Het zat nu onderaan de boom. Ik wist het zeker. En het kwam steeds dichterbij om ons op te eten. Snel maakte ik Fien wakker. Hè? Maar toen was het geluid weer weg. Ik vertelde tegen Fien dat het monster steeds dichterbij kwam. Maar Fien zei dat dat niet kon. Nee, gekkie. Monsters bestaan toch helemaal niet? Maar ik had het toch zelf gehoord?
toen kreeg ik een idee. Ik ging Teun een verhaaltje voorlezen, zodat hij zou gaan slapen. Ik pakte mijn leesboekje en begon te lezen. Maar toen hoorde ik ook het gekke geluid. Het klonk echt als een monster en het werd steeds harder. Verschrikt keek ik naar Teun, maar die lag te slapen en heel hard te snurken. Opeens snapte ik wat er aan de hand was. Het was helemaal geen monster. Het was Teun, die lag te snurken. Ja, en Fien had natuurlijk ook liggen snurken. Gelukkig maar. Monsters bestaan niet. En zachtjes deed ik het lampje uit en kroop weer lekker in mijn slaapzak. De zon die doet zijn oogjes toe. De kippen gaan op stok. De muis is reuze moe. En de hond gaat in zijn hok. De maan en alle sterretjes schijnen heel de nacht. Ga maar lekker slapen. Ga maar lekker slapen. Slaap maar zacht. Na, 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 na. Slaap lekker, Teun. Welterusten, Fien. Tot de volgende keer. Doei. Van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Het schilderij. Vandaag was een hele bijzondere dag. We kregen een kaart van oma. Ze schreef dat ze jarig was en vroeg of we op visite wilden komen. Ja, op visite bij oma. Maar als iemand jarig is, dan moet je hem een cadeautje geven. Daarom besloot ik om een mooi schilderij voor oma te gaan maken. Ik pakte al mijn verfspullen en begon. Oh ja, en ik ging jou helpen, hè, Fien? Nou, jij wilde graag helpen. Maar ik wilde het schilderij liever alleen maken. Dus ik zei tegen Teun dat hij maar iets voor zichzelf moest gaan doen. Totdat het schilderij klaar was. Nou, maar ik was eigenlijk wel heel erg nieuwsgierig. Dus ik ging stiekem kijken wat Fien aan het doen was. Nou, Teun, niet doen, zei ik. Maar Teun bleef me maar plagen. Niet dus. Ik wilde gewoon zien wat je aan het doen was. Uiteindelijk was ik het zat en stuurde ik Teun naar binnen. Ja, je was helemaal niet lief. Ah, nu kon ik eindelijk verder schilderen. En na een tijdje heel hard werken, was mijn schilderij eindelijk klaar. Trots riep ik Teun om het schilderij te laten zien. Ik was natuurlijk heel benieuwd of het mooi was geworden. Daarom rende ik snel naar buiten. Maar toen botste Teun zo hard tegen me op dat we met z'n tweeën op de grond vielen. Oh, en toen was het schilderij kapot. En Fien was heel erg boos. Oh, nu had ik geen cadeau voor oma's verjaardag. Verdrietig ging ik naar mijn kamer. Ik vond het eigenlijk best wel zielig voor Fien. En daarom maakte ik een nieuw schilderij. Dat was best wel moeilijk. Maar het werd toch ook wel heel mooi. Toen ik klaar was, ging ik Fien halen. Ik was natuurlijk heel erg blij dat Teun een nieuw schilderij had gemaakt. En daarom liep ik snel mee naar buiten. Maar wat zagen we daar? Oh nee!
Sebastian had alles omgegooid. Overal zat verf en mijn hele schilderij was verpest. Ik moest heel erg lachen. Sebastian had zijn eigen schilderij gemaakt. En ik vond het eigenlijk best wel mooi. Ja, en nu hadden we toch een cadeautje voor oma's verjaardag. We zingen hiep, 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 hoera. Je bent het feestvarken vandaag. Lang zul je leven in de gloria. Je stoel verzekert slingers, je wordt vandaag verwend. En dat is allemaal omdat jij het feestvarken bent. De tafel staat vol met cadeautjes. Van opa en oma een vrolijke kaart. Ja, zelfs van de hond krijg je pootjes. En mama heeft een heerlijke taart. Vandaag is een hele bijzondere dag. Iedereen is vrolijk en blij. Vandaag is er iemand die feest vieren mag. Want er is eentje jarig en dat ben jij. Je bent de feestvarker vandaag. We zingen hiep, 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 hoera. Je bent de feestvarker vandaag. Lang zul je leven in de gloria. De stoel versiert met slingers. Je wordt vandaag verwend en dat is allemaal omdat jij. En oma vond het schilderij ook heel erg mooi. En toen kregen we een lekker stuk taart. Mm. Mm. Tot de volgende keer. Dag. Doei. Een boer en een boerinnetje, Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje, Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. De tomatendief. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik kreeg een kaartje van meneer Jansen, de groenteman. Hij schreef dat hij de tomaatjes uit mijn groentetuin zo lekker vond dat hij er een paar wilde hebben. Ik ging naar mijn groentetuin en telde samen met meneer Beer hoeveel tomaatjes ik had. Ik telde 1, 2, 3, 4 tomaatjes. Daarvan kon ik er best wel een paar aan meneer Jansen geven. Daarom ging ik naar de stal om een kistje te halen waar ik de tomaatjes in kon doen. Toen plukte ik de tomaatjes heel voorzichtig. 1, 2, 3. En... Hé, opeens waren er nog maar 3 tomaatjes. Ik snapte er niets van. Snel ging ik Fien halen en vroeg of zij ook even wilde tellen. Ik telde de tomaatjes heel precies. 1, 2. Er waren 2 tomaatjes. Hé, dat was gek. Nu was er nog een tomaatje weg. Ik begreep er helemaal niets van. Ik vroeg of meneer Beer misschien had gezien wie de tomaatjes had gepakt. Maar hij wist het ook niet. Dit kon maar 1 ding betekenen. Wat dan? Dieven! Nee!
Oh, er waren tomatendieven op onze boerderij. Maar gelukkig had ik een heel goed idee. Ik had alleen wat oude pannen en een stuk touw nodig. Snel ging ik naar de schuur om het touw te halen. En ik haalde een paar pannen uit de keuken. Voor de zekerheid telde ik de tomaten nog één keer. Maar toen zag ik dat er nog maar één tomaat over was. We moesten heel snel iets doen, voordat alle tomaten weg waren. Ik maakte het touw stevig vast aan de boom en hing de pannen eraan. Tada! Mijn tomatendievenvanger was klaar. Oh, het was wel heel knap dat jij dat had bedacht, Teun. En toen gingen we achter de hooiberg zitten wachten. Tot de tomatendief terug zou komen. Het duurde heel lang. Maar toen hoorden we plots een hoop lawaai. Oh, daar was de tomatendief. Snel sprong ik tevoorschijn en stond ik oog in oog met... Sebastiaan! Het was helemaal geen dief. Het was Sebastiaan. Hij smulde van de tomaatjes. Sebastiaan is dan misschien een beetje ondeugend, maar hij is zeker geen dief. Ik vind Sebastiaan heel erg lief. Ik heb een geheimpje en niemand mag het weten. Ik ben verliefd op Sebastiaan. Zijn lieve gezicht zal ik nooit meer vergeten. Zijn foto zal steeds naast mijn bedje staan. Hij heeft de allermooiste ogen. Je moet me geloven. Zijn neusje is zo grappig dat ik lachen moet. Maar het is wel een geheimpje. Dus je moet je niet zal zeggen als je hem een keer ontmoet. Dat je niet zal zeggen als je hem een keer ontmoet. Gelukkig was er dus geen echte dief op de boerderij. Maar ik vond jouw dievenvanger wel heel goed bedacht hoor, Teun. Dankjewel, Fien. Tot de volgende keer! Doei! Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Taartjes vissen. Vandaag was weer een hele bijzondere dag op de boerderij. We kregen een kaartje van tante Nel. Ze schreef dat ze vandaag op visite wilde komen. Joepie! Tante Nel is mijn lievelingstante. En daarom had ik samen met mama taartjes gebakken. Oh, taartjes! Lekker! Ik wilde ook graag een taartje. Maar Fien zei dat ik moest wachten totdat tante Nel er was. Daarom ging ik op de schommel zitten wachten. Eindelijk ging het belletje van de oven. De taartjes waren klaar. Ik kon ze al ruiken. Ik vroeg aan Fien of ik alvast één taartje mocht proeven. Maar ik zei dat we eerst moesten wachten tot tante Nel er was. Ja, ik had helemaal geen zin om te wachten. Ik had zin in een taartje. Ineens kreeg ik een heel goed idee. Stiekem verstopte ik me achter de hooibergen en wachtte totdat Fien naar buiten kwam met de taartjes. De taartjes waren heel goed gelukt, maar ze moesten nog wel een beetje afkoelen. Daarom zette ik ze even buiten. Toen ging ik naar binnen
om de bordjes te halen. En toen Fien weg was, probeerde ik stiekem een taartje van de schaal te pakken. Toen ik terugkwam met de bordjes, zag ik ineens een hand achter het hooi vandaan komen. Die probeerde om een taartje te pakken. Van schrik liet ik de bordjes vallen. Fien had me gezien. En ze was heel erg boos. Ik zette de taartjes bij Sebastiaan. En zei dat hij op de taartjes moest passen, zodat Teun er niet bij kon. Toen ging ik een bezem halen om alle kapotte bordjes op te ruimen. Maar die taartjes zagen er zo lekker uit, dat ik toch heel graag één hapje wilde proeven. Daarom sloop ik naar de schaal met taartjes. Heel zachtjes, zodat Fien het niet zou horen. Ja, dat was heel stout. Maar gelukkig begon mijn lieve Sebastiaan heel hard te knorren. En kwam ik snel naar buiten. Fien was heel erg boos op mij en zei dat als ik nog één keer zou proberen om een taartje te pakken, dat ik dan helemaal geen taartje meer kreeg. Nou, Teun had zijn lesje wel geleerd. Nu kon ik eindelijk de kapotte bordjes op gaan vegen. Maar ik had nog één heel goed plannetje. Met mijn vishengel probeerde ik één van de taartjes te pakken. Ja. Ja. Het was best wel heel lastig, maar eindelijk had ik beet. Snel begon ik het taartje omhoog te hijsen. Ja. Maar het was wel heel erg zwaar. Opeens hoorde ik Sebastiaan weer knorren. En toen zag ik iets heel geks. Sebastiaan vloog door de lucht. Wow! Oeps! Ik had geen taartje gevangen, maar Sebastiaan! Snel liet ik ons lieve varkentje weer zakken. Wat ben je toch ook een domoor, Teun? Snel zette ik Sebastiaan terug in zijn hok en ik gaf hem een lekker taartje voor de schrik. En ik had nog steeds niks. Nou ja, dan moest ik toch maar op Tante Nel wachten. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we gaan de koeien melken met elkaar. Melken, 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 weet je hoe dat moet? Melken, 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 ja dat doe je goed. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij zullen wij ons nooit vervelen. Als wij dansen met elkaar. En 's middags kwam Tante Nel. Toen kreeg Teun toch nog een taartje. En dat was heel erg lekker. Want Fien is echt de beste bakker van de hele wereld. Tot de volgende keer. Doei. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Fien is jarig. Vandaag was een hele bijzondere dag, want ik was jarig. Ik was al heel vroeg wakker en ging meteen kijken of er al post was. Maar de brievenbus was nog leeg. Dus ik besloot om eerst aardbeien te gaan plukken voor op de taart. Ik plukte een hele mand vol en zette die op tafel. Toen ging ik snel weer naar de brievenbus om te kijken of er misschien al een kaart was gebracht. Ondertussen pakte ik stiekem het mandje met aardbeien van de tafel.
Ik had namelijk een speciale verrassing voor Fien. Maar dat wist ze natuurlijk niet. Hé, er was nog steeds geen post. Daarom ging ik eerst maar een mooie bos bloemen plukken om de tafel te versieren. Maar toen ik een hele mooie bos bloemen had geplukt, zag ik opeens dat het mandje met aardbeien weg was. Ja, die had ik gepakt. Maar dat wist Fien niet. Ik snapte er helemaal niets van. Dus ging ik op zoek naar het mandje. Ik zocht overal. In de stal. In de groentetuin. En zelfs in het hok van Sebastiaan. Fien was zo hard aan het zoeken dat ze niet zag dat ik stiekem maar bloemen pakte. Ik kon het mandje nergens vinden. En toen ik me omdraaide, zag ik ineens dat de bloemen ook weg waren. Je keek heel gek, Fien. Ik begreep er helemaal niets van. Dus zocht ik verder in de boomhut. Daar zat meneer Beer stil voor zich uit te kijken. Ik vroeg of hij misschien wist waar mijn aardbeien en bloemen waren. Maar hij zei niks. Dus ik ging verder met zoeken. En toen Fien even niet keek, pakte ik snel meneer Beer. Die moest ook meedoen met de verrassing. Toen ik heel, heel lang had gezocht, kon ik nog steeds niets vinden. Ik zei tegen meneer Beer dat ik het helemaal niet leuk vond. Maar meneer Beer was ineens weg. En toen moest ik wel een beetje huilen. Oh, dat vond ik zielig. Maar gelukkig had ik een hele leuke verrassing voor je. Toch, Fien? Inderdaad, want plotseling hoorde ik iets. Het leek wel of iemand aan het zingen was. Snel keek ik naar buiten. En daar stond ik, samen met Sebastiaan en meneer Beer. Gefeliciteerd, Fien! Teun had speciaal voor mij een verjaardagsfeestje georganiseerd. En op de tafel stond een hele grote taart met aardbeien. En ik had een hele stapel met verjaardagskaarten. Ja, en Teun had ook een hele mooie ketting van bloemen gemaakt. Speciaal voor mijn verjaardag. De kamer hangt vol met ballonnen. Het huis is gevuld met een heerlijke geur. De dag is al vrolijk. En zometeen staat er visite voor de deur. Vandaag is een hele bijzondere dag. Iedereen is vrolijk en blij. Vandaag is er iemand die feest vieren mag. Want er is er eentje jarig en dat ben jij! Je bent de feestmaker vandaag. We zingen hiep, 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 hoera! Je bent de feestmaker vandaag. Lang zul je leven in de gloria. De stoel versiert zingers, je wordt vandaag verwend en dat is allemaal omdat jij het feest van hem bent. Het was de allermooiste verjaardag ooit. En 's middags kwamen opa, oma en mijn neefje Milan op bezoek. Gefeliciteerd, Fien. Tot de volgende keer. Doei. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. In bad. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. We kregen een kaartje van mama. Mama is een paar dagen bij tante Nel in de grote stad.
En wij zijn met papa op de boerderij gebleven. Mama schreef dat we papa maar een beetje moesten helpen met het huishouden. Wat is huishouden, Fien? Huishouden is klusjes doen in huis. Zoals schoonmaken of boterhammen smeren. Maar we wisten niet zo goed wat mama nog meer voor klusjes deed. Ik wist het al. Ik kon natuurlijk de was doen. Sebastiaan was eigenlijk ook best wel heel vies. Hij moest nodig in bad. Nadat ik de lakens netjes had gewassen, ging ik ze ophangen aan de waslijn. Zo konden ze drogen in de zon. Dan was het nu tijd om boterhammetjes te smeren. Ik had eindelijk alle spulletjes bij elkaar om Sebastiaan te wassen. Een emmer water, een borstel en zeep. Maar Sebastiaan had helemaal geen zin om gewassen te worden. En het werd een hele grote kniederboel. Het vieze water spatte alle kanten op. Toen ik klaar was met boterhammen smeren, ging ik naar buiten. Maar toen ik buiten kwam, zat alles onder de modder. Alle schone lakens waren weer helemaal vies. Fien was heel boos. Ja, want nu moest alles opnieuw gewassen worden. Ik vond het wel een beetje zielig voor Fien. Daarom ging ik haar helpen. Sebastiaan wilde toch niet gewassen worden. Dus we konden de emmer en de zeep wel gebruiken om alles schoon te maken. En samen deden we alle klusjes. De wekker is al vroeg gegaan en buiten kraait de grote haan. Mijn mama maakt ons wakker met een zoen. De zon die schijnt, een mooie dag. En papa gaat al aan de slag. Ik hoop dat ik vandaag iets leuks mag doen. Want wij doen klusjes, leuke klusjes. We voeren de dieren, we vegen de stal. We geven de konijnen kusjes. We lopen heel de dag in ons overal. Want het gras moet gemaaid, de schapen geschoren, de honden geaaid en de hokken gemest. De zaadjes gezaaid, moet je eens horen. We doen op alle klusjes enorm ons best. En papa roept, het brood is klaar. Dus snel aan tafel spullen maar. Van al dat werken krijg je reuze trek. Maar voor we weer naar buiten gaan, moet eerst de afwas nog gedaan. En alles netjes in het aftrekrek. Oké, joepie! Kom Teun! Want wij doen klusjes, leuke klusjes. We schrobben en boenen en vegen de vloer. Ik geef de kruimels aan de musjes. Dat is voor die vogels het lekkerste voer. Want de tafel moet schoon. De glazen en borden die moeten gewoon in de kast. Maar de rest begint alweer aardig gezellig te worden. Wij doen op alle klusjes enorm ons best. Wij doen op alle klusjes enorm ons best. Omdat ik zo goed had geholpen, was alles gelukkig snel weer schoon. En toen alle klusjes gedaan waren, had papa lekker nieuwe boterhammetjes voor ons gesmeerd. En met pindakaas. Tot de volgende keer. Doei! Een boer en een boerinnetje, Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje, Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij? Ik ben een koe.
Vandaag was het weer een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik was een kaart aan het schrijven aan mijn neefje Milan. Hij is bijna jarig en daarom wilde ik hem een mooie kaart sturen. Fien kan dat al heel goed. Ik wilde ook wel een kaart schrijven voor Milan. Maar toen vertelde ik dat Teun nog veel te klein is om te schrijven. Misschien kon hij een mooie tekening maken voor Milan. Maar ik wilde helemaal geen tekening maken. Ik wilde een kaart schrijven. Boos ging ik naar mijn boomhut. En toen kreeg ik een goed idee. Ik kon natuurlijk de letters uit mijn voorleesboek natekenen. Dat was stiekem toch nog best wel moeilijk, hoor. Maar toch was het mij gelukt. Toen ik klaar was met schrijven, ging ik naar Fien om de kaart te laten zien. Maar Fien moest heel erg lachen. Ja, want Teun is een koe. Niet waar. Ik ben helemaal geen koe. Maar dat had je wel geschreven. Hè? Op de kaart stond, ik ben een koe. Maar dat wilde ik helemaal niet schrijven. Ik wilde Milan feliciteren met zijn verjaardag. Toen kreeg ik een heel goed idee. Mijn kaart voor Milan was al bijna klaar. Dus kon Teun zijn naam onderaan de kaart zetten. Maar ik wist helemaal niet hoe ik mijn naam moest schrijven. Daarom schreef ik heel groot Teun op een stuk papier. Zodat Teun de letters na kon tekenen. Nu had ik toch een kaart geschreven voor Milan zijn verjaardag. Goed hoor. We zingen hiep, 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 hoera. Je bent de feestvarken vandaag. Lang zul je leven in de gloria. Je stoel verzekert zingers, je wordt vandaag verwend. En dat is allemaal omdat jij het feestvarken bent. De tafel staat vol met cadeautjes. Van opa en oma een vrolijke kaart. Ja, zelfs van de hond krijg je pootjes. En mama heeft een heerlijke taart. Vandaag is een hele bijzondere dag. Iedereen is vrolijk en blij. Vandaag is er iemand die feest vieren mag. Want er is eentje jarig en dat ben jij. Je bent het feest, varken vandaag. We zingen hiep, 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 hoera. Je bent het feest, varken vandaag. Lang zul je leven in de gloria. Je bent het feest, varken vandaag. We zingen hiep, 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 hoera. Je bent het feest, varken vandaag. Lang zul je leven in de gloria. De stoel versiert met zingers, je wordt vandaag verwend. En dat is allemaal omdat jij het feest varken bent. Gefeliciteerd Milan van Fien en Teun. Ja, en geen koe. Tot de volgende keer. Doei! Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Koekjes bakken.
Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik kreeg een kaartje van Bakker de Wit. Hij schreef: Lieve Fien, omdat jij zo van koekjes houdt, krijg je mijn geheime recept. Dan kun je samen met mama koekjes bakken. Oh, lekker! Koekjes! Mm. Op de kaart stonden alle ingrediënten. Ingrediënten zijn de spullen die je nodig hebt om koekjes te bakken. Toch, Fien? Dat heb je goed onthouden, Teun. Om koekjes te bakken heb je eieren, suiker, boter en bloem nodig. Ik ging meteen naar mama om te vragen of ze me wilde helpen. Ik wilde ook helpen. Maar dat mocht niet van Fien. Ze zei dat ik nog te klein was om koekjes te bakken. Maar ik ben helemaal niet te klein. Daarom ging ik zelf koekjes bakken. Eerst ging ik op zoek naar een grote emmer om het deeg in te maken. En toen moest ik alle ingrediënten zoeken. Maar wat had Fien nou allemaal gezegd? Oh ja, eieren en suiker. Eerst haalde ik de eieren uit het kippenhok en suiker uit de keuken en deed alles in de emmer. Maar wat had Fien nou nog meer gezegd? Eieren, suiker en oh ja, boontjes! En die groeien in mijn groentetuin. Dus ik plukte de mooiste boontjes die ik kon vinden en deed ze in de emmer. Nee, gekkie. Geen boontjes. Boter. Nee hoor, je had echt boontjes gezegd. Maar volgens mij had Fien nog iets gezegd. Oh ja, bloemen. Nee, geen bloemen, maar bloem. Dat is een soort meel. Je doet toch geen bloemen in de koekjes? Maar dat had je zelf gezegd. Dus ik plukte de allermooiste. Want mooie bloemen zorgen vast voor hele lekkere koekjes. Toen alles in de emmer zat, kon ik alles door elkaar gaan roeren. Maar hoe hard ik ook roerde, het werden helemaal geen koekjes. Misschien had Fien toch gelijk en ben ik nog te klein om koekjes te bakken. Gelukkig hadden mama en ik wel hele lekkere koekjes gebakken. Dus konden we toch samen lekker smullen. Oh, dat waren echt hele lekkere koekjes. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we gaan de koeien melken met elkaar. Melken, 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 weet je hoe dat moet? Melken, 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 ja dat doe je goed. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij, daar zul jij je nooit vervelen. Kom, we doen een klompendansje met elkaar. Ja! Kennen jullie allemaal de klompendans? Doe je linkervoet naar voor en zet je voet weer terug. Maak een schaatsbeweging met je handen op je rug. Stampen, stampen, stampen met je klompen op de grond. Pak elkaar eens bij de armen, draai een keertje rond. Doe je linkervoet naar voor en zet je voet weer terug. Maak een schaatsbeweging met je handen op je rug. Stampen, stampen, stampen met je klompen op de grond. Pak elkaar eens bij de armen, draai een keertje rond. Op de boerderij kun je altijd lekker spelen. Op de boerderij, alles is zo heerlijk daar. Op de boerderij zullen wij ons nooit vervelen. Als wij dansen met elkaar. En volgende week gaat mama weer koekjes met ons bakken. En dan mag ik ook helpen. Jippie! Tot de volgende keer! Doei! Thank you.
en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Het spook. Vandaag was een hele bijzondere dag. We kregen een kaart van ome Bas. Hij is op vakantie en logeert in een vakantiehuisje in een ander land. Wij wilden ook graag een keer op vakantie. En daarom mochten we van papa een nachtje in mijn boomhut slapen. Mama had ons een hele grote koffer gegeven om onze spullen in te doen. Sebastiaan wilde ook graag mee. Maar Varkens gaat natuurlijk helemaal niet op vakantie. Die horen in een stal. Mama had al schone kleren in de koffer gedaan. Maar er moest natuurlijk nog veel meer mee. Snel gingen we alle spullen pakken. Ik haalde mijn tandenborstel en mijn tekenspullen. En ik had lekkere boterhammetjes gesmeerd die we op konden eten. Oh, en meneer Beer moest natuurlijk ook mee. Toen kon de koffer dicht en konden we eindelijk op vakantie. Maar de koffer was zo zwaar geworden dat we hem niet eens meer konden tillen. Gelukkig had ik nog een lang touw gevonden, zodat we de koffer omhoog konden hijsen. Ja, dat was heel slim van jou, Teun. En toen de koffer eindelijk boven was, kon de vakantie beginnen. Eerst aten we allebei een boterham. Dat was heel gezellig, hè, Fien? Ja. En toen het al een beetje donker werd, gingen we onder de dekens liggen. Maar jij vond het eigenlijk best wel een beetje eng, hè, Fien? Ja, jij niet dan? Nee hoor, helemaal niet eng juist. Ik viel al heel snel in slaap. Maar opeens schrok ik wakker van een heel gek geluid. Het kwam uit de koffer. Ik dacht natuurlijk meteen dat er een heel eng monster in die koffer zat. En snel maakte ik Teun wakker. Langzaam ging de koffer open. En toen zagen we... Een spook! Het spook kwam langzaam op ons af. Ik deed snel het lampje aan en toen... Toen zagen we ineens dat het helemaal geen spook was. Nee, het was Sebastiaan met een laken over zijn kop. Hij was stiekem in de koffer gekropen. En daarom was die koffer ook zo zwaar. Nou, gelukkig was het geen echt spook. En Sebastiaan mocht toch bij ons in de boomhut blijven slapen. Staat een hele grote appelboom, die is van mij. En mijn vader heeft daarin van hout een hele grote hut gebouwd. Mijn eigen boomhut, en daar speel ik dan wat ik maar verzinnen kan. Schip ahoy! Vandaag ben ik de baas van de piraten. Mijn boomhut is voor eventjes een echt piratenschip. De kapitein mag nooit zijn schip verlaten. Al zit je midden in een storm en vaar je op een klip. En net voordat ik moet gaan slapen, kom ik in de haven aan. Want mijn schip is gelukkig niet vergaan. Fio! Ergens achter in de wei staat een hele grote appelboom. Die is van mij en mijn vader heeft erin van hout een hele grote hut gebouwd. Mijn eigen boomhut, en daar speel ik dan wat ik maar verzinnen kan. Wat ik maar verzinnen kan. Maar Teun, ik vond het toch wel een beetje eng hoor. Morgen ga ik gewoon weer in mijn eigen bedje slapen. Ik ook, Fien. Tot de volgende keer. Doei!
Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Teun is ziek. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. We kregen een kaart van oma. Ze schreef dat we niet konden komen logeren, want ze was ziek. En daarom had mama een mandje gemaakt vol lekkere dingetjes, zodat oma weer snel beter zou worden. En 's middags zouden we dat samen met mama bij oma brengen. Oh, er zaten lekkere appeltjes in het mandje. En koekjes. En dropjes. Mmm, die zijn het lekkerst. Dropjes zijn heel goed voor je keel als je ziek bent. Nou, ik vind ze gewoon heel lekker. Daarom wilde ik ook een dropje. Maar dat mocht niet van Fien. Nee, want jij was niet ziek. Ik vond het heel flauw. Daarom ging ik naar mijn boomhut om een mooie tekening voor oma te maken. Ik maakte een hele mooie tekening van een koe die dropjes aan het eten was. Dan zou oma zich vast snel weer beter voelen. Hé, hey, en toen kreeg ik plots een ideetje. Teun bleef heel lang weg. Daarom ging ik in de boomhut kijken. En daar zag ik Teun op de grond liggen, met zijn handen op zijn buik. Ik vroeg wat er aan de hand was en Teun zei dat hij heel erg ziek was. Ja, ik had heel veel buikpijn. Snel legde ik een dekentje over Teun. En ik pakte mijn zusterskoffertje, zodat ik Teun kon onderzoeken. Net als bij de dokter. Toen plakte ik een pleister op Teuns hoofd. Meestal word je dan heel snel beter. Maar Teun zag er nog steeds heel erg ziek uit. Daarom ging ik een glaasje sinaasappelsap voor hem halen. Ik was natuurlijk niet echt ziek. Maar ik wilde gewoon een dropje. En daarom deed ik net alsof. En toen Fien terugkwam, zei ik dat ik heel erg last had van mijn keel. En dat ik een dropje nodig had. Die dropjes waren eigenlijk voor oma. Maar ik vond Teun zo zielig dat ik hem toch een dropje gaf. Mmm, het was heel erg lekker. En ik vroeg aan Fien of ik er nog één mocht. Nou, vooruit. Teun mocht er nog eentje. Ik voelde me al bijna weer beter. Dus ik nam nog een dropje. En nog één. En nog één. En toen waren alle dropjes op. Teun had alle dropjes in zijn eentje opgegeten. Nu waren er geen dropjes meer voor oma. Ik had zoveel dropjes op dat ik echt buikpijn had gekregen. Ja, dat was natuurlijk wel een beetje je eigen schuld, hè? Ja. Dan had je maar niet zoveel dropjes moeten eten. Oh, maar ik vond het toch wel een beetje zielig voor Teun. Daarom zong ik een slaapliedje voor hem, zodat hij snel weer beter zou worden. De zon die doet zijn oogjes toe, de kippen gaan op stok, de muis is reuze moe en de hond gaat in zijn hok. De maan en alle sterretjes schijnen heel de nacht. Ga maar lekker slapen. Slapen, slaap maar zacht. Na, 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 na. En toen het bijna donker werd, was mijn buikpijn gelukkig weer weg. Maar je mag nooit meer zoveel dropjes eten. Beloofd? Beloofd. Tot de volgende keer. Doei.
Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. De Boekiewaf. Vandaag was een hele bijzondere dag. Want opa had mij een pakketje gestuurd. Het was een prachtig boek vol mooie dierenplaatjes. Oh. Er stonden heel veel dieren in het boek. Ik kende ze niet eens allemaal. Oh, ik wel hoor. Er stond een koe in en een paard en een hond. En oh, deze wist ik ook. Dat is een hert. Ik ken al heel veel dieren. Nou, ik ken ook heel veel dieren hoor. Ik wist zelfs een dier dat Fien niet kende. De Boekiewaf. Een boekie wat? Een Boekiewaf. Ha, die bestaat helemaal niet. Oh, echt wel? Die bestaat echt wel. Ik geloof er helemaal niks van. En ik zei tegen Teun dat hij helemaal niks van dieren wist. Maar opeens kreeg ik een idee. Ik ging bewijzen dat een boekiewaf wel bestaat. Snel liep ik naar de schuur om wat spullen te pakken. Ik vond een stuk touw, een houten emmertje en twee grote takken. En knoopte de takken met de touw om de kop van Sebastiaan. Oh, dat is zielig. En toen zette ik het emmertje op zijn snuit en... Tada! Mijn boekiewaf was klaar. Toen riep ik Fien om de boekiewaf aan haar te laten zien. Ik was natuurlijk heel verbaasd toen ik dat gekke beest zag. Maar toen maakte het beest ineens een heel bekend geluid. Ik herkende dat geluid meteen. Dat was mijn eigen lieve varkentje, Sebastiaan. Ik ken alle dieren van de boerderij. Ik ook. Zeg, ken je alle dieren van de boerderij? En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal. Weten jullie welk geluid een hond maakt? Doe maar mee. Waf, waf, waf. 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 Zeg, ken je alle dieren van de boerderij? En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal. Maar kennen jullie ook het geluid van een kip? Tok, tok, tok. 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 Jullie lijken wel echte kippen. Ze ken je alle dieren van de boerderij. En weet je welk geluid ze maken? Ze zingen mooie liedjes, vertellen een verhaal in hun eigen dierentaal. En welk geluid maakt een varken? Knor, knor, knor. 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 Ken je alle dieren van de boerderij? En weet je welk geluid ze maken? Zo zongen we dit liedje met jullie allemaal in een echte dierentaal. Zo zongen we dit liedje met jullie allemaal in een echte dierentaal. Maar je dacht toch even dat het echt een boekiewaf was, hè? Nou, heel eventjes dan misschien. Tot de volgende keer allemaal. Doei.
Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje en Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Zieke tomaatjes. Vandaag was een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik kreeg een kaart van meneer Jansen, de groenteman. Ik vroeg of Fien hem wilde voorlezen. Hij schreef: beste Teun, hoe gaat het met je tomatenplantjes? Kan ik al een tomaat komen proeven? Ik ging snel in mijn groentetuin kijken en zag ineens dat er al een paar tomaatjes aan de plantjes zaten. Trots riep ik Fien. Oh, ik was heel nieuwsgierig, dus ik ging meteen met Teun mee. Maar toen zag ik iets heel raars. De tomaten waren niet rood, maar groen. Ik snapte er niets van. Groene tomaten? Hoe kan dat nou? Ik dacht dat de tomaatjes misschien een beetje ziek waren. Dus haalde ik de verbandtrommel en plakte er een pleister op. Maar het hielp niet. De tomaten werden niet rood. Als ik ziek ben, krijg ik altijd een kopje thee van mama. Dus gaf ik de tomaatjes een beetje thee. Maar er gebeurde nog steeds niets. De tomaatjes bleven groen. Waarschijnlijk was Teun gewoon een hele slechte tuinier. En zouden de tomaten altijd groen blijven. Ik ben helemaal geen slechte tuinier. En om dat te bewijzen, bedacht ik een heel slim plan. Ik pakte mijn verfspullen en schilderde de tomaatjes netjes rood. Toen alle tomaatjes mooi rood waren, ging ik Fien halen. Ja, de tomaatjes waren inderdaad heel mooi rood. Ik was heel trots op mijn broertje en wilde het meteen aan Sebastiaan laten zien. Maar toen Sebastiaan naar buiten kwam, schrok ik heel erg. Hij zat onder de rode vlekken. Oh, was hij nu ook al ziek? Ik vertelde maar snel wat er was gebeurd en dat ik de tomaatjes had geverfd. Gelukkig moest Fien wel lachen. Ja, dat was wel een beetje dom van je, Teun. Maar gelukkig hielp je me om Sebastiaan weer schoon te maken. 'S Avonds vertelde ik het hele verhaal aan papa en mama. Papa moest lachen en zei dat tomaatjes altijd eerst groen zijn en later pas rood worden. Ja, dan zijn ze rijp. Zo heet dat. Oh ja. Zo, hebben jullie er zin in? Daar gaan we hoor. Komt-ie! Sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la, sla la 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 la. Ik heb een tuintje vol met vrolijke groenten. Het is er altijd heel gezellig en fijn. In mijn tuintje vol met vrolijke groenten zou ik het allerliefste altijd willen zijn. Ik zing een lied met een radijsje, de komkommer en tomaat. In mijn eigen paradijsje waar ik met mijn vriendjes praat. Oh, gezellig! Zelfs de worteltjes zijn grappig als ik naar mijn tuintje ga. Zing ik sla la 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 la. Zing ik nog een liedje en alle groenten zingen dan hetzelfde melodietje. Oké, nog één keer. Sla la 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 la, 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 sla la 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 la. Oh, wat weet jij veel van groentetuin? Jij bent toch niet zo slechte tuinier als ik dacht. Tot de volgende keer allemaal. Doei! Nee.
Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We houden veel van dieren en we zijn ontzettend stoer. Fien een lief boerinnetje. En Teun een echte boer. Fien en Teun, een boer en een boerinnetje. Fien en Teun, jouw vriendje en vriendinnetje. We klimmen in de bomen en we rennen in de wei. Kom je bij ons spelen op de boerderij. Appelmoes. Vandaag was het weer een hele bijzondere dag op de boerderij. Ik kreeg een kaart van oma. Op de kaart stond: Lieve Fien, omdat jij mijn zelfgemaakte appelmoes zo lekker vindt, krijg je van mij het recept. Dan kun je samen met mama appelmoes maken. Eet smakelijk, oma. Oh, appelmoes? Daar ben ik dol op, Fien. Dat weet ik. Daarom ging ik snel naar de keuken om samen met mama de ingrediënten te zoeken. Ingrediënten? Wat zei dat, Fien? Nee, ingrediënten. Oh, dat zijn spullen die je nodig hebt om de appelmoes te maken. Ik had bijna alles gevonden, maar ik miste nog één belangrijk ingrediënt. De appeltjes. Oma had geschreven dat ik 5 grote appels nodig had. Gelukkig hingen er in de appelboom precies 5 hele mooie grote appels. Fien vroeg of ik ze wilde plukken. Nou, dat wilde ik natuurlijk wel. Dus ik klom in de boom, plukte 5 appels en gooide ze naar Fien. 1, 2, 3, 4, 5. Eerst moest ik de appels schillen. Dus moest ik in de keuken een mesje en een grote kom halen. Maar ik had van al dat plukken wel enorme trek gekregen. Ik dacht dat 1 appeltje minder in de appelmoes niet zo erg zou zijn. Dus ik sloop naar het tafeltje en pakte stiekem 1 van de appels. Toen ik terugkwam, telde ik nog 1 keertje of ik wel echt genoeg appels had. 1, 2, 3, 4 en... Hé, er miste een appeltje. Oh, ik zocht overal. Onder de tafel, tussen het hooi en zelfs in de brievenbus. Maar nergens kon ik het 5e appeltje vinden. Nee, want die had ik gepakt. Oh, ik begreep al snel dat Teun 1 van de appeltjes had opgegeten. En dat vond ik helemaal niet leuk. Nu kon ik geen appelmoes meer maken. Oh, verdrietig ging ik bij Sebastiaan zitten. Sebastiaan is mijn allerbeste vriendje. Ik vertelde hem wat er was gebeurd. Plotseling begon Sebastiaan vrolijk te knorren. Hij had een appeltje in zijn mond. Hij had het speciaal voor mij bewaard. Nu kon ik toch nog appelmoes maken. En mama had voor de verrassing patatjes gebakken. Patat met appelmoes. Wat zullen we doen? Spruitjes zullen we maar snel vergeten. En rauwe andijvie, toch voor geen miljoen. Rode bietjes en spinazie zijn oké. Maar die doen vanavond ook niet mee. Geen worteltjes of bonen, weet je wat? Vanavond eten wij patat. Patat, patat, patat. Met appelmoes, al klinkt het ongezond. Alles wat je nodig hebt, groeit aan een boom of in de grond. Het is geen onzin, nee, het is geen smoes. Ik wil patat met appelmoes. Patat met appel, patat met appel, patat met appelmoes. Oh, het was heel erg lekker. Ik hoop dat je snel weer appelmoes gaat maken, Fien. Wie weet. Zien we jullie dan ook weer?
tot de volgende keer allemaal. Doei!